Ik was gedisqualificeerd. Nou, hoe komt dat? Gewoon een beetje iedereen van de weg afrijden. Je wil winnen, toch? Dus voor mij leek het simpel, maar ja, ik mocht niet meer verder rijden. Ben je normaal ook zo'n agressieve rijder? Nee hoor, alleen op de computer, want dan mag het natuurlijk. Of niet? Er gaat zo meteen een race gereden worden. We gaan op Suzuka rijden. We gaan een uur lang racen. En ja, we gaan kijken wie de winnaar is natuurlijk. Hè? Ik heb race schoenen meegenomen. Nou, ik heb wel eens op een PlayStation gezeten natuurlijk. Maar niet in een competitieachtig iets wat er vandaag opgezet is. Dus nee, dit is voor mij ook de eerste keer. En wie denk je dat er zo meteen gaat winnen? Ja, ik denk Max Verstappen. Want die jongen die is natuurlijk opgegroeid met computerspellen en die heeft het racen van zijn vader en hij kan het zelf heel goed. Ik denk dat hij ons vet inmaakt allemaal. Nou, toen hij uitkwam, diezelfde dag moesten we die gaan halen natuurlijk voor mijn zoon. Die doet ook mee. Want die, ja, die is er helemaal gek van. Die brengt echt uren erop door. Ja, ik hoor dat hij zijn zoon heel erg opvoedend. En hij is ook natuurlijk lichter, hè, dus hij is sneller. Dus ik denk wel dat hij meer kans heeft. Ik ben net gewoon van de weg afgereden door mijn eigen teamgenoot. Ja, maar dat hadden we thuis wel gemerkt dat dat wel ging gebeuren. Want we hadden een paar keer samen gereden en ja, toen was ik wel duidelijk sneller.